De minister gelooft dat het MS-beleid met de nieuwe contouren minder complex zal worden, maar dat waag ik te betwijfelen. Zo zet ze nog steeds in op het bedelen bij de Europese Commissie om een uitzonderingspositie te krijgen om meer mest uit te mogen rijden op het land dan de rest van Europa. De derogatie. En ja, dan wordt het opnieuw mestmillimeteren, detailregeltjes over waar je wanneer op welk moment mest mag uitrijden en op welke manier. Ja, boeren worden er stapelgek van. Een kleinere mestproductie zal voor de individuele boer juist voordeliger kunnen uitpakken. In 2016 betaalde een varkenshouder gemiddeld 51.000 euro aan mestafzetkosten. Dat is dezelfde orde van grootte als het hele ondernemersinkomen. Als er nou in heel Nederland minder mest wordt geproduceerd, veel minder mest, dan krijgt mest eindelijk weer waarde. Dan hoeft de veehouder niet langer te betalen om van zijn mest af te komen, maar kan niet verkopen aan de akkerbouwer. Minder mest, door in totaal veel minder dieren te houden, is dan zo slecht nog niet. Het is uiteindelijk de agro-industrie die geld verdient aan boeren. De veevoederbedrijven, levensmiddelfabrikanten, slachterijen. Dat zijn de bedrijven die het felst gekant zijn tegen krimp. Het gaat om hun verdienmodel en niet dat van de individuele boer.